zometeen. Maar eerst even bij de brievenbus kijken. Goedenavond. Jullie zijn nog heel even aan het overleggen wie wat gaat doen. Wat zei je? Zeg, jullie zijn nog heel even aan het overleggen wie wat gaat doen. Ja, een beetje wel. En wie gaat wat doen? Nou, we zijn een beetje gespannen. Waarom? Nou, ik woon begeleid. Ja. En ik ben sinds mijn 5e al uit huis. Ja. En wij zijn van Stichting Utica. Ja. En onze directrice heeft al €600 gedoneerd. Zo! Van onze kerstpakketten, ja. De helft. Ja. Want we vinden dit doel heel belangrijk. Omdat er ook kinderen bij ons ook echt uit huis zijn. Ja. Bij de Kleine Koning in Wichmond. Mm-hmm. En ze vonden belangrijk dat ik dat ging vertellen. Ja, en waarom ben je dan zo gespannen? Want dat was een hartstikke goed verhaal. En ik heb zelf ook €95 opgehaald. €95 opgehaald? Ja. Ja, mensen gaan uit hun dak. En dat is ook heel goed. Dus het is eigenlijk €695. Het is eigenlijk, ja precies. Nou, en dat is heel goed. Dus het is het nu €695 ja. euro geworden? Rob, ik heb een brutale vraag. Wil je even op onze muts een handtekening zetten? En Barend ook? Barend? Ja hoor. Ja hoor. Dat kunnen we doen. Dus gooi me door de brievenbus, doe het geld er maar bij. Dan ga ik het straks allemaal regelen. En even kijken naar de telefoon. Maar hij is supergoed bezig.